Welkom bij Bodemleven. Welkom bij een nieuwe video van Bodemleven. Vandaag gaan we het hebben over bewaartechnieken. Nu, bewaartechnieken, er zijn er zoveel. Vandaag gaan we het hebben over het drogen van groenten en fruit. Als voorbeeld nemen wij vandaag de wortel en de appel. Hoe kun je gaan drogen? Drogen kun je zowel in de zon, in de zomer dan meestal wel, want in de winter is er natuurlijk niet veel zon, of in de oven. Wij verkiezen om nu uit te testen de oven. Hoe lang we dat doen is natuurlijk afhankelijk van de groente en de app of het fruit dat we natuurlijk gaan nemen. Meestal duurt het tot een 5 uur tot deze echt goed gaan droog zijn. Maar natuurlijk zoek je beter even op hoe lang. Of natuurlijk kun je gaan kijken in die oven of in de zon of ze nu al droog zijn of niet. Zo niet, laat je er langer in liggen of inzetten. Welk fruit kunnen we allemaal gaan doen? We kunnen appels, peren, pruimen, ananas, bananen en frambozen en nog zoveel meer. En groenten kunnen we komkommers, rabarber, wortels, uien, rode bieten, prui en nog veel meer allemaal gaan drogen. Maar nu, zoals ik daarnet al zei, doen wij de wortel en de appel. Hoe gaan wij dit nu gaan doen? De wortel neem je en snij je in stukjes. Je kan het zowel in de lengte als in de breedte doen. Natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je wenst natuurlijk. De appel, helemaal hetzelfde. Je kan deze zowel zo in schijfjes gaan doen of anders gewoon zodat je schijfjes hebt. Eenmaal je schijfjes gesneden, neem je bruschette stokjes en steek deze erop. Natuurlijk, zoals ik net heb al gezegd, wij werken met de oven. Dus dan kan je deze schijfjes allemaal op de stokjes gaan plaatsen, zoals je dat straks zal zien op de foto. Deze stokjes kun je dan plaatsen in de roosters in je oven. Als je daarmee klaar bent, steek ze in de oven en laat ze drogen. En dan ben je klaar. In deze twee foto's zul je zien hoe de appel en de wortel aan het drogen zijn. Zoals je kan zien, de wortel en de appel waren goed aan het drogen in de foto's en er is ook een goed resultaat. Deze laat ik nu ook even zien in de foto. Zoals je ziet, het drogen van fruit en groenten is helemaal niet moeilijk. En zo, als je hebt een hele grote oogst, kun je deze langere tijd gaan bewaren. Bij deze, een van onze bewaartechnieken. Hopelijk ben je er iets mee en tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Okay, voilà.